Hoi lieve tweelingziel, mooie, prachtige, divine feminine. Welkom bij deze video waarin ik een ceremonie ga uitvoeren voor de Moon Eye Key. En dan te weten de vierde inwijding van de Moon Eye Key. De inwijding van de ziener, die ook wel de Kawak rite wordt genoemd. Rite is een ander woord voor inwijding. Dit is een inwijding, de Moon Eye Key van de Quero, van de Inca shamanen. En die begeleid ik als Itua, als hoge Inca-priesteres. Sinds mijn kennis weer is teruggekeerd, sinds het openen van mijn Viracocha, mijn achtste chakra, ben ik weer begonnen als Itua mijn ceremonies uit te voeren. En dat heeft er helemaal mee te maken met dat dit mijn zielsmissie is hier op aarde. De Moon Eye Key is een inwijding die 9 weken duurt. Die is onderdeel van het Vind Jouw Spirit programma en die kun je ook los bestellen. Meer informatie vind je onder de video. Het is een inwijding voor hartopening. Voor echt het pad van jouw hart te gaan bewandelen. En die informatie ligt opgeslagen in jouw achtste chakra, in jouw Viracocha. Die achtste chakra bevindt zich boven jouw zevende chakra, nog wel in jouw energieveld, maar niet meer in jouw fysieke lichaam. Hoe meer inwijdingen jij van de Quero ontvangt, hoe meer jouw Viracocha zich opent en hoe meer kennis jij terugkrijgt van jouw vorige levens, van jouw karmische patronen, maar ook van het leven met jouw tweelingziel en van jullie gezamenlijke zielsmissie. Daarvoor geef ik ook ieder jaar een hele specifieke inwijding om de verbinding tussen jullie te activeren. Om jouw tweelingziel te activeren. Het activeren van jouw tweelingziel betekent het activeren van jouw ziel, van jouw Viracocha, van het terughalen van jouw kennis. Voordat ik daar iets over ga vertellen, eerst nog eventjes over de Moon Eye Key. Over de ceremonie die ik nu ga doen, dat is de rite van de ziener. De ziener, ook wel de visionary, is de kracht van de shamaan. Het is de kracht van het helder zien in verbinding met ons bovenste gebied, onze yagai. Ook wel deze klank, klank A. Wanneer wij dit gebied meer openen, en dat doen wij tijdens deze ceremonie, en dat doen we dus ook met de gehele Moon Eye Key, en dus de energietransmissie die je ontvangt, wanneer je de gehele inwijding wil doen, wanneer dat zich meer opent, ga jij meer helder zien van wat er voor jou bedoeld is in jouw toekomst. Je gaat meer helder zien van het leven van met jouw eigen zielsmissie, tezamen met jouw tweelingziel. Je gaat meer zien van de reden waarom je hier naar de aarde terug bent gekomen. En daar helpen alle inwijdingen bij en met name dus de Moon Eye Key om jou op het pad van je hart te krijgen. En when you move, beweegt jouw tweelingziel ook. Daarnaast geef ik iedere leeuwenpoort, dat is ieder jaar, op 8 augustus geef ik de Mosok Karpai. Dat is de 9e zonne-inwijding. Zo wordt die genoemd bij de Quero. In Quechua, de taal van de Inca, heet dat Mosok Karpai. Dit is een inwijding die jouw lemurische krachten terughaalt. Deze inwijding opent jouw Viracocha en haalt dus die kennis terug die jij hebt opgeslagen van jouw leven in Lemuria. De tweelingzielen zijn met de val van Atlantis gesplitst in 2 aparte lichamen. Daarvoor waren jullie 1 ziel. En die kennis mag weer terugkomen bij jou, bij jullie allebei. En wanneer die kennis bij jou wordt geactiveerd en jij wordt ingewijd tijdens de Mosok Karpai met de zonne-inwijding,
ontvangt jouw tweelingziel deze inwijding ook. Omdat jullie verbonden zijn aan elkaar. Jullie zijn één ziel. Meer informatie over de Mosok Karpai en hoe je daaraan kunt meedoen vind je onder de video. Wil er nog wat meer gezegd worden? Itoha is ready. Je kunt meedoen zelf ook. Oh ja, er wil nog wel wat meer gezegd worden. Iedere nieuwe maan en iedere volle maan geef ik ook een inwijding en een zegening. Meer informatie daarover kun je ook onder deze video vinden. Oké dan. Je kunt meedoen met de ceremonie door je ogen te sluiten en dan je over te geven aan de muziek, aan de flow, aan de versterking van jouw derde oog. Okay. Ave Maria, Purissima. Lieve Apus. Lieve heilige bergspirits van Peru, wees bij ons. Versterk ons met jullie inzichten. Versterk ons met jullie kracht. Help ons te zien wat wij hier komen doen. Toon mij het leven. Samen met mijn tweelingziel, wat komen wij hier brengen? Ik wil mijn hart zeer niet verlengen. Ik wil samen komen om licht te voor deze ceremonie is dat de condor in mij meer de leiding mag nemen. Mijn divine feminine, de compassie voor mezelf, zodat ik mijn yagai meer kan openen en er meer inzichten mogen binnenkomen. Voor mijn
hogere pad. Voor mijn toekomstvisie. Voor het samen zijn met mijn tweelingziel. Ook hier op aarde. Dat ik mag ontspannen. Dat ik mag genieten. Dat ik mag helder zien. Apoochin, vlieg met mij mee, laat mij voelen, Apoochin, Apoochin, lieve condor, hoor mij. Shakana, bescherm mij, lief heilig kruis uit de Andes. Ik stap door jou heen, door het Costco, zodat ik de andere werelden kan betreden. De werelden van de shamaan. Ja, geimunai, la. Leven met grootmoeder, maar.
Mijn ego maakt mijn geest In de stilte kunnen wij horen. In de stilte kunnen wij horen wat ons nog steeds doet verstoren. De liefde voor onszelf. De liefde voor onze tweelingziel. Luister. Luister naar jezelf. Luister naar je hart. Wat wil ik jou zeggen? Je hoeft je keuzes niet uit te leggen. Je hoeft niet te verantwoorden waarom je ergens voor kiest. Lieve tweelingziel, lieve Divine Feminine, wees niet bang dat je iets verliest. Amaru zegt, slang. Amaru zegt, laat je oude huid maar los. Munai Ki, ik hou van jou. Blijf maar aan jezelf trouw. Nina Yaku, Mama Yaku, Son Koyaita, Laura Ricci, Son Koyaita, Konye Ricci, Haya. Sluit je ogen, vertel me wat je daar ziet, wat kun jij daar zien, zijn jullie daar al samen misschien? Tweelingziel.
G-Fight Eagle brengt ons een boodschap. Vertrouw, lieve tweelingziel. Vertrouw wat je voelt. Vertrouw op je innerlijke trillingen. Vertrouw op je binnenwereld. Op de wereld die je daar ziet, die je kunt voelen. Op wat je al hebt gezien voor jouw toekomst met jouw innerlijke oog. Vertrouw erop dat alles op het juiste moment gebeurt. Moeder Aarde heeft een volgorde. Het medicijnwiel heeft een volgorde. Geef je maar over aan het resultaat. Geef je maar over aan de reis. Geef je maar over aan the divine feminine. Lapis lazuli, prachtige edelsteen, met goud erin of zonder goud, helpt ons om meer te zien vanuit ons derde oog. Niet wat we zien in onze buitenwereld, maar wat we zien vanuit ons derde oog. Vanuit onze innerlijke visie, vanuit onze visioenen, voor de toekomst, vanuit onze verbeeldingskracht. Dat zijn onze gidsen die tegen ons spreken. Geloof er maar in. Ik blaas mijn hoedje in deze prachtige Corazon Kuya, het prachtige hart, vers uit de moeder natuur. Ik geef mijn zorgen aan de engelen. Geef mijn zwaarte aan Pachamama om mij te helpen bij het afvoeren ervan. Ik geef mijn zorgen en zwaarte, mijn oude overtuigingen dat ik liefde niet waard ben aan deze koeien, aan deze medicijnsteen, om het van mij weg te nemen. Ik zie een prachtige mariposa voor me. Een vlinder. Een prachtige vlinder. Het teken van transformatie. Ik zie rood, ik zie oranje. Ik zie een beetje geel. Allemaal kleuren van de lagere chakra's. Rood, oranje en geel. Het mogen aarde. Het mogen landen. Hier op aarde, in ons lichaam. Daar helpt moeder natuur ons bij. Trek de natuur in, zegt deze koeien. Deze medicijnsteen zegt, trek de natuur in. Lieve Itua, dank je wel voor jouw inzet. Dank je wel voor het kijken naar deze video. Voor het meedoen. Met de ceremonie. Dankjewel voor jouw inzet. Voor je tijd om de verbinding met jouw ware zelf terug te vinden. Om te gaan doen waarvoor je hier bent gekomen. Dankjewel. Lieve, mooie, prachtige Divine Feminine. Veel liefst van mij. Itua. Oudon Shaman. Wakanda. Zoveel mooie levens. Doei.
na een ceremonie voer ik altijd een schoonmaakritueel uit. Dat noemen ze bij de Quero de Samin Chakwi. Dat is een schoonmaakritueel om mijn energetisch lichaam schoon te maken van hoedja, van zware energie. Dat heb ik in deze kuya geblazen, in deze medicijnsteen. En die offer ik aan het medicijnwiel waar ik hierbij zit. Samen met mijn messa, mijn medicijnbundel, offer ik die aan Pachamama. Mijn medicijnbundel is mijn poort naar de spiritwereld. Je kunt dit schoonmaakritueel staand doen. Daarvan vind je ook een video van mij op mijn YouTube-kanaal. En dan kun je namelijk een stroom vanuit de kosmos, vanuit spirit, door je heen laten gaan. Vanuit je kruinchakra naar beneden, de grond in. Om jouw hoedje bij je weg te nemen, je zware energie. En vanuit moeder aarde kun je dan een stroom door je heen laten gaan. Helemaal naar boven, door je energieveld heen. Weer de kosmos in. Spirit weer in. Om jou van Sami te voorzien, van de helende energie. Ik ga het dit keer zittend doen en een gebed uitspreken naar de Apus, naar de spiritwereld, om mij te zuiveren. Aho, Ave Maria, Purissima, zuiver mij, zuiver mij. Zonne God in die tijden. Moeder Venus, Orion. Mercurius, Mercurius, zuiver mij. Rechts is altijd mijn stressplek. Dat is de kant waar ik echt heel veel analyseer en nadenk. De masculine energie, daar houd ik altijd heel veel stress vast. Dus wanneer ik met mijn ratel daar langs ga, dan verwijder ik donkere en zware energie. Hoedja noemen ze dat. Kunnen jullie mij horen? Hoedja noemen ze dat. Ga weg, ga weg. Spirit die niet bij mij horen, ga weg, ga weg. Hier is een kleine kwappa op de achterkant. Ga weg, ga weg. Okay. Even wachten, liefje. Ik offer deze kuya aan u, Pachamama. Neem mijn zwaarte bij mij weg. En deze kintu offer ik ook met mijn intentie die ik zojuist heb ingeblazen tijdens mijn ceremonie. Ik vraag aan het medicijnwiel om mij kracht te geven. Ik vraag aan het medicijnwiel om mij inzichten te geven. Ik vraag aan het medicijnwiel om mij te dragen. Ik vraag aan het medicijnwiel om mij richting te geven. Richting op mijn pad. Waar mag ik naartoe? Wat mag ik zien? Wat mag ik horen? Wat is voor mij bedoeld hier op aarde? Moonaiki, ik hou van je. Thank you.
Het is ook een beetje fris hier. Het is wel lekker op zich zo. Even wrijven. Even tegen mezelf zeggen dat ik van mezelf hou. Het is een beetje fripsie. Want ik zit hier zo in de tuinen. Aan het einde van de avond. Dat is mijn prachtige achtertuin waar ik op dit moment woon. Heel mooi op de plek. Sta maar in dan. Ik ga jullie even mee laten genieten van de prachtige. Oh, jongens. Het is een beetje lastig van de prachtige. Ik ben nou net een jaguar ook. Een prachtige zonsondergang. Halleluja. En daar. Hoe werkt dat? Ja. Daar ongeveer. Natuurlijk maar dan. Tjoe! Veel liefst! Gaat voor de